Welkom bij. Ultra Games 93. Hallo kijkers van Ultra Games 93 en welkom weer terug bij een gloednieuwe video. Jongens, welkom weer terug bij een gloednieuwe video. Yay! En niet zomaar een video, maar de giveaway uitslag video. Jongens, voor de mensen die het is opgevallen, een paar weken geleden heb ik de grote afterparty update van 5 jaar Ultra Games 93 geüpload of gedaan, of hoe je het ook wil zeggen. Jongens, bij die afterparty special zat ook een prijsvraag. Nu hebben de mensen meegedaan, dus natuurlijk krijg je dan een winnaar. Allereerst voor de mensen die niet mee hebben gedaan. Wat je kon winnen was je Steamlijst aan games ter waarde van maximaal 60 euro. En dan moest je kijken naar de normale waarde, kortingen telden niet mee. En had je nou minder dan 60 euro aan waarde in games in je verlanglijst, ja, dan kreeg je minder. Had je nou meer, ja, dan kreeg je niet je volledige verlanglijst, maar goed. Dus jongens, 60 euro maximaal ter waarde aan je verlanglijst aan Steam. Jee, dus dat wil zeggen bijvoorbeeld als je 3 games hebt van 20 euro, dan krijg je alle 3 de games. Jee, maar dat wil zeggen als je 3 games hebt van 30 euro, ja, dan krijg je maar 2 games. En als je eentje hebt van 30, eentje van 45, ja, dan krijg je er maar 1. Want dan zit je over de 60 heen. Maar goed, jullie snappen het wel. In ieder geval, jongens, er hebben mensen meegedaan aan de giveaway. Je kon namelijk op de grote special zelf en op de herhaling van de giveaway je deelneming inleveren, als het ware. Nou, wat ik wou dat jullie deden, wat je moest doen om te winnen, was eigenlijk een cijfercode oplossen. Zeggen welke game jij het vaakst van begin tot credits hebt gespeeld. En je Steamnaam achterlaten. Aangezien we een Steamlijst, het spul uit je verlanglijst weggeven, moeten we wel een beetje bevriend zijn namelijk. Goed jongens, uiteindelijk hebben 3 mensen de code goed weten te beantwoorden. Dus allereerst gefeliciteerd aan die 3 mensen. Eén daarvan heeft op de grote special en 2 op de herhaling geantwoord. En uiteindelijk jongens hebben wij al die 3 samengevoegd. Hebben wij een random number generator of zoiets om het eerlijk te maken ingevoerd. En, een kleintje vind ik ook heel spannend trouwens. De winnaar is geworden Oscar V. Gefeliciteerd Oscar V. Hij had namelijk geantwoord kippen zijn baas. Dat was de oplossing van de code. Kippen zijn baas. Je moest met die cijfers tot die woorden komen. Kippen zijn baas. Verder zijn er nog zien bij mij thuis, want ik heb 50 kippen lopen. Oké, ik hoop niet dat ze in je woonkamer zitten. Maar goed, gezellig. En kijk, de game die ik het meest heb gespeeld is Subnautica. Ik heb de game zelf nog nooit gespeeld, maar goed. Ik denk dat ik het ongeveer 3 keer heb uitgespeeld. Oké, 3 keer. Zoals ik zeg, de nummers maken me op zich niet zoveel uit. Het is meer voor de leuk om te weten. En verder heeft hij zijn Steamnaam ook keurig achtergelaten. Dus, Oscar V. We nemen zo snel mogelijk contact met je op. En dan krijg jij van ons tot maximaal 60 euro aan waarde je Steam verlanglijst. Heb jij daar nou enig effect op om te kiezen? Nee, niet per se. Wij kiezen namelijk de games voor je uit. Dat wil niet zeggen dat wij de games kiezen waar wij het meeste profijt van kunnen hebben. Zeker niet, want zulke klootzakken zijn we ook weer niet. Nee, wij kiezen de games voor je uit. En mocht je nou 3 games hebben van 20 euro in je verlanglijst, ja, dan krijg je die alle 3.
Mocht je nou games hebben dat net niet lukt, of net over het geld heen gaat, ja, dan helaas niet. Dus jongen, ik neem aan dat het een jongen is. Oscar V, we nemen zo snel mogelijk contact met je op. En dan krijg jij de prijs, of misschien de prijzen, ligt eraan wat je in je verlanglijst hebt staan. Dus jongens, Oscar V heeft gewonnen. Ja, en dit is meteen ook het einde dan van de giveaway-uitslag. Voor alle deelnemers die hebben deelgenomen. Ik dank u zeer voor uw deelname. 3 mensen hebben de code kunnen oplossen. Dus blijkbaar was hij niet te moeilijk. Ik had namelijk een beetje gevreesd dat hij te moeilijk was. Maar goed, Oscar V, jij hebt gewonnen. Wij nemen contact met je op. En jij krijgt de prijs opgestuurd. En ja, voor de mensen die het niet hebben gewonnen, niet getreurd. We doen binnenkort, natuurlijk bij de volgende jaar special doen we weer een gloednieuwe giveaway. Dat is in september. En misschien ook nog wel een keer tussendoor, maar dat ligt er even aan. Maar in ieder geval, voor de mensen die niet hebben gewonnen, jullie maken de volgende keer gewoon weer kans. En Oscar V, jij krijgt je prijs opgestuurd. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. En dan is iedereen happy. Ja, behalve de verliezers. Maar ja, er moet toch één iemand winnen, jongens. We kunnen niet alle 3 winnen. In ieder geval, jongens, dan was dit de video. Kijk eens even naar het mogen. Help je mij mee? Help je het kanaal mee? Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. Oscar V, wij nemen contact met je op, zoals ik al heb gezegd. Want jij bent gewoon de winnaar. En daar kan er maar eentje van zijn. Tenminste, bij een giveaway als deze, zeker. Dan valt er voor mij nog maar één ding te zeggen. Het is... Doei! Oh, de video is nu alweer afgelopen. En wil je nou nog wat meer zien? Jongens, dat kan. Hou het kanaal dan goed in de gaten. Of check eventjes de afspeellijsten voor de voorgaande series en de voorgaande afleveringen. Wil je nou up-to-date blijven over de nieuwste gebeurtenissen, livestreams, video's of wat dan ook? Klik dan ook even op het belletje. Dan houdt YouTube je namelijk up-to-date. Wil je naast YouTube ook nog via Twitter up-to-date worden gehouden? Volg ons dan ook even op Twitter.